Goedemorgen, meneer Bovers. Vandaag het IPO-jaarcongres in Brussel. Wat verwacht u van deze dag? Ik verwacht in ieder geval een hele interessante dag met mooie sprekers, goede sprekers. Ik verwacht ook dat de zaal is nog wat krap en compact. Dat het clubgevoel enorm zal worden versterkt onder elkaar. En wat denkt u te kunnen halen vandaag? Nou, wat ik belangrijk vind is dat de mensen aan het einde van de dag zeggen dat we hebben een verbinding kunnen leggen tussen datgene wat in de provinciehuizen gebeurt, wat gewoon met statenleden, GS-leden en ambtenaren dagelijks werk is, dat het een verbinding heeft met Brussel, een verbinding heeft met Europa. En als dat aan het eind van de dag iedereen voelt en ervaart, dan denk ik dat het een hele mooie dag geworden is.